is Shirley Eckert. Wij zijn hier vandaag in Westerkim om de heer Knopen te interviewen. Mijn doopnaam is Petrus en ik heet oorspronkelijk Piet, maar ik vond Peter veel mooier, dus op een gegeven moment wordt het Peter. Assen, ten noorden van Assen, zeg maar. Ik ben daar van 1935 tot 1945 geweest. Maar vanaf 1942 als onderduiker. Toen was ik niet meer student voor missionaris. Oorspronkelijk was dat een Duits klooster. En die Duitse broeders die moesten allemaal in dienst. Dus er was 30 hectare bouwland. En toen had men arbeiders nodig om dat land te bewerken. En omdat ik ondergedoken zat daar, werd ik ingezet voor de landwirtschaftsarbeid. De oorlog begon. Ik zie nog die Duitse troepen, want ik was op het missiehuis in Paul en dat ligt hoog. En het gebouw was zelf hoog, 4 verdiepingen. Ik zag de Duitse troepen langs een sloot, zo achter elkaar als naar de Maas trekken. En wat merkte u daar van de oorlog? Dat was in, laten we zeggen, in 1942. En daar merkte ik van dat de Engelse vliegtuigen overkwamen. En aan de grens en verderop, daar stonden allemaal zoeklichten. En dan gingen we s'avonds kijken naar beschermde plaats. Dat was een zandafgraving. En dan gingen we kijken naar die zoeklichten tot ze op een gegeven moment elkaar raakten. En dan hadden ze er een vliegtuig in. En dan zag je dat granaatvuur omhoog gaan. En het was een spectaculair gezicht om dat te zien. Ene keer was er een vliegtuig verschillende malen aangeschoten. En die had fosforbommen bij hem. En die liet die fosforbommen uitregenen bij ons in het gebied. En de andere dag heb ik die fosforbommen 2 onder de arm genomen. Want ik wilde wel eens kijken hoe die reactie was. Dus toen hebben we daar een stalen plaat neergelegd. En hebben we zo'n fosforbom van beneden, van bovenaf, het erin laten vallen, erop laten vallen. En het deed niks. Dus ik ging als jongeman van 22, 23 jaar, dan ga je naar beneden en ga je de fosforbom ophalen. En dan weer proberen, tot op een gegeven moment. En dan krijg je al die spettertjes fosfor op je kleding. En dan brandt. Dat laatste jaar, toen trokken de Engelsen of de geallieerden van Eindhoven naar Arnhem. En wij zaten aan de Duitse kant, zeg maar, van de Maas. En de geallieerden, die trokken door aan de andere kant van de Maas. En dat is spannend geweest, omdat er vanaf de geallieerden regelmatig spervuur overkwam. En daar heb ik 3 kameraden verloren. Jan de Lange, die stond naast me, kreeg een scherf over zijn hele lichaam. Ik had net een checkje van hem gedraaid. En toen kwam die Engelse granaat, of de geallieerde granaat. En die spatte daar uiteen en ik had niks. Het vreemde is, ik heb dat beleefd in december 1944. En ik heb dat
voor het eerst in mijn leven, vorig jaar 4 mei, dat ik, oh, dat heb ik ook nog meegemaakt. Dus al die tijd is het weg geweest. Voelde u zich veilig? Nou, laat ik zo zeggen. Als ik het nu zou meemaken, zou ik dat veel gevoeliger meemaken, denk ik. Als toen, ben je een jongen van 22, 23 jaar. En ja, dan is dat gewoon wat je om je heen ervaart. Venlo werd zwaar gebombardeerd. Plus dat er geallieerd vuur vanuit het zuiden naar Venlo kwam. En toen zijn er 300 weeskinderen vanuit Venlo gebracht naar Sint Paul. Want Sint Paul was een... Dus de beneden verdiepingen, dat was voor die 300 weeskinderen. En toen werden wij door de Ortscommandatuur, die bepaalde dat wij voor de voedselvoorziening voor die kinderen moesten zorgen. Dan hingen die kinderen, want het waren allemaal meisjes, die hingen natuurlijk aan het raam om te kijken, die jongens. Je bent daar gebleven totdat de bevrijding... Tot 5 januari 1945. Toen zijn we geëvacueerd met die weeskinderen en alle andere bewoners van Sint Paul. Zijn we door de twee... toen lag er zo'n hoog sneeuw. Zijn we getrokken. Dat was voor ons niet. Omdat de paarden waren al gevorderd in november door de Duitsers. Dus er was een paardje, zo'n klein eetje, was er over de Maas gezommen waarschijnlijk. En die hebben wij dus verzorgd. En die hebben we voor een kar gespannen. En die hebben al de kleding en alles wat die weeskinderen bij zich hadden, opgestapeld op die kar naar Winterswijk. En van Winterswijk naar Zwolle. En van Zwolle naar Groningen hebben we 3 dagen gedaan. 3 dagen duurde die tocht, omdat ze steeds 's nachts werd door de geallieerden werden gebombardeerd, de treinen gebombardeerd en werden we niet vervoerd. Dus er bleef dat staan. En zodra ze weer Engelsen kwamen, dan stond die trein stil. En zo hebben we 3 dagen gedaan over een reisje wat nu een paar uur duurt. Hè. We zijn in mei bevrijd. En ik kon in september naar Rotterdam. Naar mijn ouderlijk huis. En dat heb ik gedaan via een vrachtwagen. Een vrachtvervoerder. Tot Leiden. En in Leiden ben ik op een boot gestapt. En dan ben ik tot aan het sluisje in Rotterdam. En het laatste stuk heb ik gelopen. En dan staat iedereen, waar kom jij vandaan? Waar kom jij vandaan? Over vrijheid, laten we zo zeggen. We zijn in 1945 zijn we bevrijd van de Duitsers. Maar wat is die vrijheid? Ben je dan vrij? In welke zin ben je dan vrij? Ik vind het zo moeilijk om daar een definitie over te geven. Wat echte vrijheid is. De echte vrijheid zit van binnen. Hoe je als mens bent. Hoe je als mens je presenteert. Hoe je als mens met je medemens omgaat. Hoe je als mens met minder omgaat. Meer vrijheid, die zie je het van binnen als van buiten.